Sam Schepenman, de voorbereiding is inmiddels een week onderweg. Hoe gaat het? Ja, top. Nieuwe staf. Een aantal nieuwe gezichten. En tot nu toe bevalt het goed. En zijn we denk ik goed onderweg. Ja, je bent natuurlijk na de winterstop al aangesloten bij de selectie. Ja. Goede zomervakantie gehad? Ja, zeker. Even niks gedaan. Even hoofd op weer op nul. En wel vrij snel wel weer beginnen. Maar dat is logisch, denk ik. Maar voor de rest lekker rust gehad. En nu weer lekker fris om het nieuwe seizoen te beginnen. Ja, merk je dat de selectie zin heeft in het nieuwe seizoen? Ja, zeker. Vorig jaar natuurlijk niet een topjaar gehad. En ik merk wel dat er in de groep een bepaalde revanche wil plaatsvinden. Dus dat zit er wel in, denk ik. Ja, de afgelopen week natuurlijk de eerste trainingen gehad. Waar liggen de accenten dan in zo'n eerste week? Ja, een beetje een manier van spelen. Wil de trainer duidelijk maken wat voor loopacties die we hebben. En wat voor systemen die we willen zien. Voor de rest een beetje conditioneel. Deze wedstrijden zijn er niet alleen voor systemen, maar ook om conditie op te bouwen. En dat zit er goed in, denk ik. Ja, inmiddels twee oefenwedstrijden onderweg. Ja. Gisteravond tegen Mandeveen, hoe ging dat? Ja, eerste helft een beetje stroperig. Vond het niet makkelijk het net. Tweede helft nog erger. Maar ja, het is tegen zo'n club ook moeilijk, denk ik, om echt heel goed te spelen. Vandaag ging dat iets beter, denk ik. En nu moeten we deze lijn weer doortrekken. Ja, de wedstrijden zaten kort op elkaar. Ja. Is dat prettig? Ja, iedereen speelt 45 minuten elke wedstrijd. Dus je hebt wel een nachtje rust. Dat bevalt wel, denk ik. Helemaal de eerste wedstrijden. Maar ik denk dat het goed is om even wakker te worden. Lekker speeches aan te zetten. Dus prima. En hoe ging het persoonlijk? Ja, prima. Ik ben normaal altijd iets verdedigender. Nu sta ik iets aanvallender. En ik ben blij dat ik een paar doelpuntjes mee kan pikken. Dus ik hoop dat ik dit door kan trekken. Ja, en twee doelpunten met het hoofd. Is dat een specialiteit voor jou? Nou, verdedigend koppen kan ik wel. Aanvallend koppen is nog niet echt iets waar ik heel goed in was of zo. Maar misschien dat het verborgen talent was. Ja, precies. Wat is jouw eigenlijk jouw persoonlijke doelstelling voor het komende seizoen? Ik wil gewoon zoveel mogelijk minuten maken. Ik zie kansen. Dus die moet ik gewoon geen pakken. Voor de rest zoveel mogelijk minuten maken. Belangrijk worden voor de ploeg. En waar we gewoon een steentje bij kunnen dragen.